In een telefonische reactie bevestigt Lindenberg-directeur Ilse Verburg dat het managementteam het vertrouwen in haar heeft opgezegd, maar wil inhoudelijk niet reageren. Vast staat wel dat het voor iedereen een lastige situatie is, aldus Verburg. Ze stelt dat de continuïteit van de Lindenberg nu voorop staat. De positie van Verburg lijkt vooralsnog niet ter discussie te staan. Zowel de Raad van Toezicht als de ondernemingsraad van de Lindenberg staan achter de directeur. Een oud-medewerker van de Lindenberg is blij niet meer te werken voor het Nijmeegs Huis voor de Kunsten. De directie draaide de afdeling Beeldende Kunst bewust de nek om, aldus de oud-medewerker. Het besluit om verschillende afdelingen van de Lindenberg te sluiten werd al genomen door de vorige directeur Stelsen. Verburg gaat volgens haar mee in het beleid dat door de vorige directie is ingezet en de gemeente heeft geen idee hoe erg het is. Een man is donderdagmiddag de macht over het stuur van zijn camper verloren en daarna tegen een boom tot stilstand gekomen. Dat gebeurde op de Vlierenhofstraat in Bemmel. De bestuurder is ter plaatse gereanimeerd en daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De Nijmeegse wethouder Bert Veldhuis betwijfelt of iedere nieuwe woning een parkeerplek nodig heeft. Veldhuis wil een vermindering van het aantal parkeerplaatsen per woning. Hij wil ook de gemeentelijke norm van 1,2 parkeerplaatsen per huis ter discussie stellen bij de bouwprojecten langs het Waalfront West. Veldhuis denkt ook dat een groot deel van de doelgroep geen auto tot zijn of haar beschikking heeft of gebruik maakt van deelauto's. In de raadsvergadering van de gemeente Bergendal wordt donderdagavond gesproken over een voorstel om een luisteronderzoek te laten uitvoeren voor Omroep Bergendal. Bij zo'n onderzoek wordt gekeken hoeveel mensen er luisteren naar de radio van de omroep. Afhankelijk daarvan wil de gemeente gaan bekijken of de door Omroep Bergendal gewenste extra subsidie ook daadwerkelijk verstrekt wordt. In Lent is donderdagmiddag een nieuw appartementencomplex opgeleverd. Wethouder Bert Veldhuis was aanwezig om de appartementen te openen. Het pand in de Waalsprong biedt plaats aan 26 woningen. De appartementen zijn ingericht op duurzaamheid. Zo liggen er zonnepanelen op het dak en worden de woningen verwarmd met restwarmte uit de stad in plaats van met gas. Hoe gaat het in de komende maanden verder met Museum het Valkhof? Dat wordt vrijdagmiddag besproken in het Nieuwscafé met interim-directeur Jan van Laarhoven. Hij vertelt over de wederopstanding na de crisis van de afgelopen jaren. Daarnaast gaat het ook over het imago van het techniekonderwijs.